En ze staan aan het start tegen Excelsior nu voor Fietsersclub Lichtenvoorde. Erwin te Kolstee. Voor de Derrick Crossers, Henk de Jonge. Voor de NCC Nijkerk, Jan van Domselen. Voor de Rabbit Wheels, Edwin Stoffers. Voor de Busy Crossers, Erik Katoele. Komen we weer uit bij de Rabbit Wheels, met Marcel Moes. Gaan we naar de FCC Os, met Frank Verstegen. En last but not least, voor Fietsersclub Lichtenvoorde, Sif Teunk. Succes! Ach, dat mis met een Rabbit Wheels. Ja, op zijn thuisbaan zouden moeten weten hoe dat hek werkt hier, denk ik dan. Uit evenwicht, ja, en dat ben je gezien eigenlijk. Gelukkig nam hij niet al te veel mensen mee, daar leek het nog eventjes wel op, hè. Eens even kijken, Marcel Moes was dat volgens mij. De vijfde leeg gaat aan de leiding. Frank Verstegen. Frank Verstegen aan de leiding. Dan is het daar achter Erik Katoele van de Bissing Crossers op die tweede plaats. Verstegen is aan de leiding. De Mannetos. Gaat hij dan deze naam, gaat hij dan deze wedstrijd op zijn naam schrijven? De Bissing Crossers inderdaad de 2. En dan de 7-27. Dan Sip Neuk op plaats nummer 3. En dan is het Nijkerk op plaats nummer 4. En dan is Jan van Domselen. Kan hij nog iets uithalen? Kan hij nog dichterbij komen? Dat doet hij inderdaad. Van Domselen gaat naar 3. Maar de winst gaat naar Frank Verstegen. Hij is Drents kampioen 2015 in de categorie Cruisers 45. 40 jaar en ouder.